de MQTT Hub instellen. Als eerste moet je eventjes de MQTT Hub installeren op Homey. En als je dat gedaan hebt, ga je naar het tabblad Meer in de Homey app. Vervolgens ga je naar Apps en zoek je de MQTT Hub app op. En als je daarop tikt, dan krijg je deze pagina te zien. En dan ga je vervolgens naar Configureer app. Nu zie je hier de instellingenpagina. En je moet even zorgen dat de hub aanstaat. Dus je kan je schuifje aanzetten, mocht hij niet aanstaan. Als je dan running staat, dan staat hij gewoon aan. En je kan je eventjes broadcast device configurations en dan home assistant discovery kan je ook aanzetten. Daarna kan je nog eventjes naar de devices tabblad. En hier zie je alle devices die je aan Homey gekoppeld hebt. En je kan je zeggen of die gebroadcast moet worden. Dus dat hij alle gegevens naar, in dit geval, jouw Home Assistant dashboard moet gaan sturen. Als ik hier een schuifje uitzet, dan wordt hij niet meegenomen in het broadcasten. En zullen deze gegevens niet zichtbaar zijn in jouw Home Assistant dashboard. Als je hier alles hebt ingesteld, dan ga je weer terug naar het tabblad en druk je op Broadcast. En dan zal hij alle status van alle apparaten eventjes gaan doorsturen naar de MQTT broker. En die zal het dan weer door gaan zetten naar jouw dashboard. Dat is de MQTT Hub.